lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag waarop dat anders was. Assepoester wacht op haar prins. Die is onderweg. En ter ere van zijn komst organiseert zij het sneeuwbal. Maar er staat Assepoester een niet zo leuke verrassing te wachten. Ik zit al jarenlang te wachten. Stik ik graag mijn nek uit. Oh, ik organiseer het sneeuwbal voor mijn prins. Oh, een bal. Lekker dansen. Ik heb er al zoveel zin in. Ja, er is alleen één probleempje. Het is zo koud. De poort is vastgevroren. Nu kan niemand komen dansen. Vastgevroren? Ja, en ik moet iedereen nog uitnodigen. Maar ja, ik kan nergens heen vanwege die vastgevroren poort. Zou jij iedereen willen uitnodigen? Iedereen? Iedereen. Zelfs Heks? Zelfs die kan mij schelen. Mijn prins komt. Het is feest. Iedereen moet komen dansen. Zou je dat willen doen? Natuurlijk. Wat fijn. Kom je dansen, kom je dansen op het sneeuwbal. Kom je dansen, lekker dansen op het sneeuwbal. Juist in de tijd van sneeuw en ijs dansen wij. Ik word nooit ergens voor uitgenodigd. Nou, deze keer dus wel. Nee, ik heb het nog aan prinses Assepoester gevraagd of u ook mocht komen. En toen zei ze ja. Dus bij deze bent u uitgenodigd voor het sneeuwbal. Zo. Uitgenodigd? Ik? Maar ik ben nog nooit ergens voor uitgenodigd. En voor een feest dan? Ja, wel eens voor een heksenkring. Maar dat is lang niet zo gezellig. Maar nog nooit voor een bal. Oh, een echt bal in het paleis. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Zo ging Langnek verder met de uitnodigingen voor het sneeuwbal. Bedankt voor de uitnodiging, Langnek! Ha, ik ben uitgenodigd voor het sneeuwbal! Jullie ook? Ja, jij niet?
Echt niet? Oh jee. Vervelend. Oh, draakje, ah. Precies degene die ik zocht. Prinses Assepoester, wat fijn dat ik ook mag komen. En wat jammer dat hij niet komt. Oh, dat iedereen is uitgenodigd. Oh, nou, heb ik even voor je geregeld. Mooi, hè? Dag. Oh, nee, draak, wacht. Ik heb je hulp nodig. Hè? Ja, de poort is helemaal vastgevroren. Vastgevroren? Ja, er kan niemand meer in of uit. En zo kan het sneeuwbal helemaal niet doorgaan. En erger nog, zo kan mijn prins er niet in. Oh, ga ik hem eindelijk zien, zit die stomme poort vastgevroren. Oké, en hoe kan ik dan helpen? Oh, nou, ik dacht met vuur. Ja, jij kan natuurlijk het ijs rondom de poort laten smelten. Ja, ik kan er licht even kijken natuurlijk, hè. Oh, ja, ja, dan moet je daar dus gewoon vuur blazen. Snap je? Ai. Ai? Wat nou ai? Ai is niet goed. Ai. Ai, ai. O jee, twee keer ai. Ai, ai, ai. Oh, wat is er nou? Dit kan ik helemaal niet. U heeft me toch wel eens vuur zien spuwen? Dit is veel te precies. Als ik hier vuur spuw, dan leg ik die hele poort in de as. Wat zeg ik? Dan staat straks het hele paleis in de fik. Ai, ai, ai. Ja, dat zei ik dus al. Oh, nee, een afgebrand paleis is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat willen we niet, een afgebrand paleis. Daarom zei ik ook ai, ai, ai. Jij. Prinses Assepoester? Wat zeg je nou? Is ze weg? Goh, dat had ik nog niet gezien. Zeg, prinses Assepoester. Mag ik nog wel komen op het sneeuwbal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wat doe jij nou? Ik oefen voor het sneeuwbal aan de kant. Oh, ik moet ook nog oefenen. 2, voor de drakendans. Die doen we ook altijd 1, op het sneeuwbal. 2, oh jee. 1, 2, 3, 4, nee, 1, 2, 3, 4, ah, wat is dit nou? Begin ik nou met rechts of met links? 1, 2, 3, 4, nee, 1, 2, 3, 4, ah, dat is toch ook niet te doen in je eentje? Wie danst er nou op een bal alleen? 1, 2, 3, 4, kijk nou, een dansende heks. Oh, bemoei je er niet mee, ik probeer me te concentreren. Ja. 1, 2, 3. Dat ik dit nog mag meemaken. Oh, ik oefen voor het sneeuwbal. Ja. Ik ben uitgenodigd. Dat weet ik, ik heb u uitgenodigd, ja. Ik kom ook, leuk hè? Ja. Het is trouwens 1, 2, 3. Sorry? Het is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Niet 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Waar heb jij het over? Op het dansen van u. Op het sneeuwbal wordt gewalst. En walsen doe je in een driekwartsmaat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En jij kan dat? Of ik kan walsen? Ja? Ja, natuurlijk. Mooi, dan ga jij naar het sneeuwbal met mij. Leer het mij. Ja, natuurlijk. Als ik kan helpen, steek ik graag mijn nek voor u uit. Jullie kunnen ook helpen trouwens. Wieg maar mee. En als ik mijn arm in de lucht steek, roepen jullie hoezee. Gaan we even oefenen. 1, 2, 3. Schitterend. Oké, heks. Let op. Ja, ja. Doe mij maar na. Ik doe u na. En luister goed naar de melodie. Ik ben een en al hoor. Mooi. En vind dan de 1, 2, 3. Ja. Hier aan de spier met een hex. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dit
kabaal. Hou het niet. Ze laat je er niet in, zie ik. Sorry? Je staat voor een dichte poort. Oh zo, nee, die poort zit vastgevroren. Geen beweging in te krijgen. Vastgevroren? Ja. Kunnen we niet naar binnen? Nee. Maar het sneeuwbal dan? Ik weet misschien nog wel een toverspreuk. Ho! Kunt u deze even vasthouden? Goed, vasthouden. Met uw handen, precies, ja. Ho! U denkt toch niet dat ik u hier in de weer laat gaan met een toverspreuk? Hoezo niet? Ik probeer gewoon te helpen. U helpt nooit iemand. Dat is niet waar. U heeft nog nooit iets goeds gedaan. Zeg, is dat niet een beetje kortzichtig? Je bent een heks. Ja, dus? Heksen helpen niet. Heksen zorgen alleen maar voor narigheid. Oh, dat was ik heus niet van plan. Waarom zou uitgerekend jij iemand willen helpen? Ach, omdat ik wil dansen. Beter articuleren. Dat ik wil dansen. Dansen? Jij? Ja, vast. Ik ben nog nooit ergens voor uitgenodigd. Nog nooit. En nu voor de allereerste keer wel. Voor het eerst in mijn leven ga ik dansen op een echt bal. Dus al is het laatste wat ik doe. Die poort gaat open en ik ga naar het sneeuwbal. Ik wil ons echt helpen. Ja. Bevroren poort, verspert mijn kansen, smelt het ijs, want ik wil dansen! Poef! Dat klinkt niet goed. Poef! Poef? Hè? Poef! Misschien pief. Hallo! Mijn vingers zijn te koud, zo kan ik niet toveren! Oh, maar wacht eens even, heks. Als u ons helpt, kan ik u misschien ook wel helpen. Ja, op het sneeuwbal doe ik altijd de warmtedans. Ik heb het nogal snel koud, krijg je het lekker warm van. U snapt het wel. Misschien helpt het ook wel tegen koude vingers en voor die toverspreuk. Oeh, dat zou best eens kunnen werken. Ja, toch? Kent u hem? Nee. We gaan eerst schudden. Schudden? Dan wrijven in de handen. Wrijven. En dan stappen. U kunt meteen meedoen, hè? Ja, daar komt ie. Schud alles lekker los. Schud alles lekker los. Wrijf in je handen. Wrijf ze lekker warm. Stap maar op de grond. Stap zo hard je kan. Want dan word je warm van. Schud alles lekker los. Schud alles lekker los. Voel de warmte in het sprookjesbos. Nou, dat was goed zeg. Krijg het al. Alleen deze meneer niet, die zit lekker met zijn armen over elkaar. Nee. Ja meneer, ik weet u niet wat u moet doen. Waarom doet u dat dan niet? Hallo, ik vroeg u wat. Oké, schudden, wrijven, stappen. Schud alles lekker los, schud alles lekker los. Wrijven je handen, wrijf ze lekker warm. Stap maar op de boom, stap zo hard je kan. Want dan word je warm van. Schud alles lekker los, schud alles lekker los. Voel de warmte in het sprookjesbos. Voel de warmte in het sprookjesbos. Zo. Heeft u het al een beetje warm? Warm? Ik heb het bloed heet. Nou, fantastisch. Schiet eens op met die toverspreuk dan. Ja, de toverspreuk. Op de toverspreuk. Bevroren poort, verspert mijn kansen, smelt het ijs, want ik wil dansen! Ja, het is gelukt! Zo geweldig, zeg! Ja. Dan moet ik wel snel opgieten, ik moet nog een andere muts op. Wat doet u nou met mijn hamer? Geef eens terug. Waar heeft u die nu weer vandaan? Jeugd van tegenwoordig. Het is gelukt! Heb ik dat gedaan? Ja! Ja, samen met jullie! Ja, hebben wij het ijs laten smelten! Oeh, maar dat is geweldig! Ja, dan kan de poort weer open en kan het sneeuwbal toch doorgaan! Oeh, dat moet ik tegen Assepoester zeggen! Assepoester! Assepoester! Oeh, prinses Assepoester! Het is me gelukt, de poort is open, we kunnen naar binnen! Ach, heks, ik heb net iedereen afgezegd. Afgezegd.
Maar ik heb die poort gefixt. Het sneeuwbal kan doorgaan. Nee, het is mijn prins. Wat is er met je prins? Ja, het sneeuwbal was voor hem, omdat hij eindelijk hierheen zou komen. Maar hij stuurde me net een brief per koninklijke postduif. En hij komt niet. Niet? Hoezo niet? Hij heeft geen tijd, hij is te druk. Ja, dus? En dus is er geen bal. Wat zullen we nou krijgen? Tover ik die hele poort open, gaat het sneeuwbal niet door. Oh, en net nu ik eindelijk zou gaan dansen. Oh, ik had toch wel zo geoefend. Nou, dat was dus allemaal voor niks. Nou, ik ben er klaar voor. Nou, laat maar. Laat wat maar. Dat hele bal, laat maar. Maar ik heb net iedereen uitgenodigd. Nou, het gaat niet door. Huh? De prins van Assepoester komt niet opdagen en u heeft ze alles en iedereen afgezegd. Geen sneeuwbal? Geen sneeuwbal. Oh, ik had het kunnen weten. Doe ik één keer iets goeds en wat krijg ik? Stank voor dank. Maar dansen kan overal, hè? Wat? Dansen kan overal. Oh, ja, maar ik wil dansen op een sneeuwbal. Oh, maar heks, kijk eens om u heen. Er ligt sneeuw op ieder plein en er zijn zoveel leuke mensen. We kunnen toch samen speciaal voor u een sneeuwbal organiseren? Speciaal voor mij? Ja, natuurlijk. Toch? Ja. Ja, echt. Nou, weet je wat? Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Dus kom er allemaal bij. Kom maar hier staan. Toch nog een keer kunnen dansen. Al was het dan niet op een sneeuwbal. Heks heeft ooit nog wel een andere keer gedanst. Maar dat was omdat ze... Maar dat... Dat is weer een ander verhaal. Dag, lieve kinderen. Ik heb hem de heks een handje geven.